Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie er weer zijn, want het is tijd voor een meestervoorspelling. En dat doen we niet zomaar in een voetbalgame, nee, dat doen we dit keer, PES 2021, want die heeft de Euro 2020, althans zo heet het volgens mij, uitbreiding. En hier zijn we. Ik moet alvast verklappen, ik ben een beetje roestig in PES, zoals je misschien wel weet heb ik de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar FIFA gespeeld. Mag de pret niet drukken, want dit vind ik toch over het algemeen wel de leukere voetbalgame. We spelen vanavond om 9 uur tegen Oekraïne. En die vinden we hier terug. En dan gaan we heel even kijken naar de opstelling. Want daar is natuurlijk veel om te doen geweest de afgelopen weken, maanden. We gaan in een 5-3-2 spelen namelijk. En daar is niet iedereen het over eens. En ik ga hier gelijk al maar de opstelling aanpassen. Want die gaat er waarschijnlijk zo uitzien. Memphis Depay als een schaduwspits. Second striker, kijk, daar is hij. Wijnaldum. Hier. Zo. Frenkie de Jong, centrale middenvelder. Martin de Roon, rechter middenvelder. Dumfries. Wingback dus. Even kijken hoor. Wordt hij hier gelijk een wingback ook? Kan dat? Nee. Ik heb erg veel last van hooikort, jongens. Dus het spijt me alvast. Als je wat smerige geluidjes af en toe hoort. Maar dat is pure hooikort. Daar kan ik echt niks aan doen, helaas. Pep van Arnold. Hier, hup. Ik kan hem dus niet hoger zetten. Dat vind ik wel vervelend. Quincy Promes. Die zetten we dus hier centraal achterin. En dan gaan we heel even de opstelling doorlopen. Want hier speelt natuurlijk De Vrij. Klopt het zo? Nogmaals, spijt me. Yep. Dit klopt zo. Wout Weghorst zit erbij, maar ik zie ook een Ryan Babel erbij. Dat kan dus niet kloppen. Voorin, Weghorst en Depay. Dan Wijnaldum, Frenkie de Jong, De Roon. Ik had liever een Ryan Gravenberch op middenveld gezien, maar zo gaat hij niet spelen. Dus daar gaan we ook niet naar kijken. De Ligt zal ook niet gaan spelen. Die is nog niet helemaal fit. Maar zit hij hier bij deze selectie? Nee, hij zit er niet bij. Dat is wel een beetje slordig hoor. Dat die selectie niet is geüpdate. En Owen Wijndal zit er dan ook niet bij. Waardoor in dit geval even Patrick van Arnold hier moet gaan spelen. En De Ligt op de plaats van Jurrien Timber. Hier moeten we mee doen, jongens. Wish us good luck. Well, we have the most perfect day for you. A warm hello in every sense of the word. The sun is out and football has a special place. Daar staan we. Onze aanvoerder Gini Wijnaldum. Onlangs getekend bij Paris Saint-Germain. Ik moet zeggen, ik vind het wel jammer hoor. Het leek er heel lang op dat hij naar Barcelona zou gaan natuurlijk. Ik had hem heel graag bij Barcelona willen zien. Heel graag weer herenigd zien worden met Ronald Koeman. En dan een soort van kleine Nederlandse enclave weer daar beginnen. Zoals dat ooit in de jaren 90 was. Depay lijkt wel te gaan tekenen bij Barça. Mocht er onverhoopt niks gebeuren. Zijn shirt stond kennelijk al op de website van Barcelona. Die kon je al bestellen. Ik vind het een mooie ploeg voor hem. Is het een speler die Barcelona echt nodig heeft? Nee, denk ik niet. Is het een speler die wat langer mee kan gaan dan een Aguero, een Messi? Ja, denk het wel. Dus op de lange termijn mogelijk een goede beslissing. Toch blijft het ook wel zo. Hij moet het nog op dat niveau laten zien. Hij heeft natuurlijk bij United gevoetbald. Kwam daar niet helemaal uit de verf. En hier zijn onze jongens. Ik vind het een mooi shirt dit jaar. Zowel uit als thuis. Oh, en we moeten Stekelenburg erin zetten natuurlijk in plaats van Sillissen. Even niet op gelet. Maar zat hij er wel bij? Ik denk dat we handmatig transfers moeten gaan doorvoeren. Ik vind het raar dat deze EK-selectie niet is geüpdate. Als je toch de exclusieve mode hebt, zorg dat je transfers in orde zijn, man. Is best equipped for this game. Yeah, Stefan de Vrij. He's a very clever central defender whose positioning
and reading of the game are second to none. The way he seems to just know where a pass is headed and he steps stadion zien in altijd wel goed uit in het beste. It's very impressive. He's very good on the ball too, Peter. Fotorealistisch bijna. Always looking to contribute towards the build-up play. Well, echt prachtig. Nou, daar gaan we, jongens. EK is officieel begonnen. En dat voelt raar, want het is natuurlijk al 2 dagen inmiddels. Maar het EK leeft het nog niet echt helemaal bij mij. Ik denk dat dat na vanavond helemaal anders zou zijn. Hé, dit was een overtreding. Hij vlagde toch daarvoor? Nou ja, maakt niet uit. Er gebeurde ook vrij weinig. Wat ik zei, ik ben behoorlijk roestig als het gaat om PES. Maar dat komt misschien wel mooi uit, want het oranje van Frank de Boer is roestig, om op zijn minst te zeggen. Wekenlang discussies, 5-3-2, 4-3-3, wat moet het gaan zijn? En ik snap alle mensen die zeggen, we moeten 4-3-3 gaan spelen. Dat is onze roots, dat is de Hollandse school. En ik snap het vanuit een bravoure oogpunt, weet je wel. Vanuit je eigen kracht voetballen. Trots zijn op je afkomst. Anderzijds, weet je, het is topsport. Je moet gewoon doen wat je moet doen om te winnen. En dat is precies dat stukje wat een beetje ontbreekt bij ons Nederlanders. Wij vinden hoe we voetballen vinden we nog steeds belangrijker dan het resultaat. En dat staat toch ook wel een beetje succes in de weg, vind ik. Patrick van Aanholt keert mogelijk terug in de Nederlandse competitie deze zomer. Is transfervrij. Ajax schijnt geïnteresseerd te zijn. PSV schijnt geïnteresseerd te zijn. Oh, Frenkie de Jong natuurlijk wereldvoetballer. Kan hier de bal niet kwijt. En dan een loopactie van Aanholt. En het is Van Aanholt. Heel vervelend aangenomen, want draait hij hem open, dan staat hij al gelijk goed. Om daar die voorzet af te geven op Wout Weghorst, want daar schort het af en toe nog een beetje aan. Geen aanvoer. Is niet een wereldspits. Maar het is wel een spits die zijn doelpuntjes kan maken. 15e minuut. Nog geen grote kans gecreëerd. Diepe bal hier van Oekraïne. Maar Frenkie de Jong ertussen en gelijk door. Counteren. Dat is wat we ook moeten gaan doen. En nu moet daar Wout Weghorst komen. Voorzet eruit gehaald. Staat hij. Memphis Depay. Kopbal van Aanholt, maar kan er geen richting aangeven. Maar nu is Matthijs de Ligt nog lichtelijk geblesseerd. Althans niet helemaal fit. Als hij terugkeert hebben we wel een probleem. En ik denk dat Dumfries een probleem heeft. Want Jurrien en Timber doet het gewoon zo ontzettend goed. Wat een wereldtalent is dat. Ik denk dat hij echt hele hoge ogen gaat gooien in de verre toekomst. Of misschien zelfs al in de nabije toekomst. Hij speelt ontzettend goed. Heel volwassen. En ik denk dat hij de voorkeur gaat krijgen boven Dumfries. En ik denk dat het volledig terecht is. Natuurlijk niet leuk voor PSV'ers. Dat snap ik. Maar ik denk dat het wel terecht zou zijn. Qua voetbal komt het er nog niet erg uit bij ons. Middenveld. Ja, ik weet niet, man. En dan heb ik het over in de game, hè. Niet dat het in het echt niet zo is, maar ik kan moeilijk mijn spelers bereiken. En het is een beetje over en weer schuiven. En weer een voorzet gekraakt. Het duurt te lang elke keer. Er wordt heel kort getikt iedere keer. En weer komt hier Patrick van Aanholt. Lijkt me toch dat daar iemand anders moet gaan staan als daar de hele tijd die bal valt. Is nu ook compleet uit positie. Loopt daar nog op de nummer 10 positie. Moet natuurlijk linksback staan. Heeft wat meer ruimte doordat we met 3 man achterin staan. Maar ik heb toch liever dat daar Matthijs de Ligt staat. Oh. Maar daar is hij. Dan geeft hij corner weg. Zie, dat krijg je.
Hij is gewoon moe. Hij komt van de hele andere kant van het veld. Geef de corner weg. En waarschijnlijk wordt dit nog de 0-1 ook. Daar gaan we. Goal, Ukraine. And it's Ukraine. Daar gaan we. Ik zei het al. Ja, ik heb het niet verzonnen, jongens. Maar ik heet niet voor niks de meeste voorspeller. En als ik zeg, die gaat er dan in, dan gaat hij erin. Een beetje onterecht gezien het spelbeeld. Maar ja, ook slecht verdedigd hier van Deli Blind. En vervolgens een beetje verdekt geschoten. Keeper ziet hem niet aankomen. 0-1 voor Oekraïne. Pijnlijk, heel pijnlijk. En vooral om op de knullige manier waarop Patrick van Aanholt die corner weggeeft. En Memphis Depay hier de bal kwijtraakt. Handelijk snelheid. Het is toch anders in PES, man. Het is echt anders in PES. Bij dingen in FIFA waarbij je wat makkelijker sneller wil wegdraaien, moet je hier gewoon wel echt voor zorgen dat je er goed voor staat. Kijk, dit duurt wat langer. In FIFA kan je dit in één keer doortikken. Wat niet realistisch is, maar wel fijn voetbal natuurlijk. Memphis hier aan. Kijk, die zwerft de hele tijd ook naar buiten. Probeert die ruimte op te vullen van spitsen die we... Oh, ja. Vlak voor rust. Ik viel heel even stil, want ik wist wat eraan stond te komen. Een goal van Wout Weghorst. En toch, wederom, Patrick van Aanholt die echt ver in de 16 komt van de tegenstander. En ook dit paasje mag afleveren. Kijk, daar is hij. Eigenlijk op de plek waar je Memphis zou verwachten. Maar hij levert daar een goed balletje af. En staat weer gelijk. 1-1. De Netherlands heeft de equalizer en we zijn allemaal square. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails, nou, nu even de boel op slot houden achterin, althans graag als het kan, even. Finds himself eased off the ball. De Ligt. Ja, goede bal dit. Nou, dit moet hij afmaken. Hoppa! Lekker. Oh, op slag van rust, jongens. Oh, heerlijk. Wat wordt dit snel omgedraaid nu in één keer. Goeie kaats van Memphis Depay en een goede loopactie. Vervolgd door een hele goede steekbal. Van Wout Weghorst, geloof ik. En zo snel kan het verkeren. Kijk, hier is die kaats. Geeft hem perfect mee. Keeper eigenlijk kansloos. Klein beetje naar rechts uitwijken. Wat ruimte creëren voor jezelf. En dan is bingo. Dan is het bingo. En het is nu eigenlijk rust. 2 minuten blessuretijd. Die zullen er zo wel op zitten. En toch denk ik dat we wat veranderingen moeten gaan doorvoeren aan de opstelling. Het draait nog niet helemaal. Vooral de backs komen ook niet echt goed in het spel voor. Althans, Van Aanholt wel, Dumfries niet. Maar Van Aanholt staat ook op plekken waar ik hem eigenlijk liever niet wil zien. Dus we gaan heel even kijken hoe we dit doen. Misschien moeten we een middenvelder van maken. Ik denk dat we dat gaan proberen. Misschien moeten we hier gewoon middenvelders van maken. Kan dat met de spelers die we hebben? Kan. Even kijken hoor. Dit zou kunnen. Maar wie doen we dan op zijn plek? Berghuis. Oh, het is niet Berghuis natuurlijk. We kunnen het zo proberen. Depay moet wel echt meer naar midden. Weghorst ook. Ik denk dat die wat dichter bij elkaar moeten staan zo. En dan schuiven deze iets op. Ik denk dat we dan qua veldbezetting dichter in de buurt komen. Zoals we ook echt gaan spelen dit toernooi. Kijk, en dan Blind iets meer naar rechts. Of links. Wellicht iets meer naar rechts. En de Vrij achterin houden. Kijk. Gaan we het hiermee doen. Kan ook zijn dat onze verdediging in één keer zo lekker als een mandje is, hè?
Maar je moet wat proberen. Het draait nog niet lekker. Zinchenko. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, het EK levert nog niet echt bij mij. Heeft ook ermee te maken met de enigszins belabberde voorbereiding van Frank de Boer. Maak geen sterke indruk bij Oranje. Als coach niet. Qua resultaten niet. Qua voetbal al helemaal niet. Doe me een beetje denken aan zijn laatste jaar bij Ajax. Natuurlijk 4 kampioenschappen behaald. Wat echt insane is. Achter elkaar ook gewoon. Maar werd eigenlijk een beetje verguisd in zijn laatste jaar. Oh, de paal. Vlammend schot van Wout Weghorst. Werd een beetje verguisd in zijn laatste jaar. Want het voetbal was echt niet om aan te zien. Ondanks dat we 4 kampioenschappen hadden gewonnen. Was het voetbal echt niet om aan te zien. En ook nu weer. Ik denk dat jullie het ook wel hebben gezien. Dat die reportage met Frank Everblij. Met Anwar El Ghazi. Hoe knullig hij de jongen afzegt. En qua communicatie is het echt een ramp. En ik snap er ook niet. Kijk, het kan zijn dat je communicatief niet zo heel erg sterk bent natuurlijk. Dat kan. Iedereen heeft zijn eigen sterke punten. Maar dat er dan ook niemand in de technische staf zit. Die dat voor hem opvangt. Weet je, het klinkt misschien heel gek, omdat hij af en toe een beetje voor gek wordt uitgemaakt. Maar weet je, dan maar een Ruud Gullit erbij in de staf. Iemand die kan levelen met de selectie en ook een beetje de spreekbuis is. Tussen die twee, tussen de coach en de selectie. Memphis Depay, veel sneller, maar nee, daar blijft de verdediger nog voor. En dan is hij fysiek niet sterk genoeg. Ook al zou dat in het echt misschien wel zo kunnen zijn, hoor. Echt heel sterk aan de bal, over het algemeen. Komt daar voor zijn verdediging, maar kan geen kracht achter de bal zetten. Ik denk op zich wel een goede actie. Lekker hakballetje. Hier een voorzet van Martin de Roon. Ik ga toch iets proberen. We gaan wederom een verandering doorvoeren. Martin de Roon gaat eruit. Op zijn plek om Daley Blind te spelen. En dan zetten we Nathan Aké achterin. The Netherlands are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Lopen we heel langzaam eraf. Ja. Het is geen publiekswissel. Kijk, zoals je al ziet ook op de reclameborden, het is UEFA Euro 2020. Ook al spelen we die nu in 2021. Het toernooi heet nog steeds zo. Beetje gek, vind ik, maar oké. Er zijn verklaringen voor. Oh, that is asking. It's Memphis. Oh! He scores! Wat een heerlijk schot van Memphis Depay hier. Dames en heren, jongens en meisjes. Kijk dan. Hakkie van Wout Weghorst. En Depay neemt hem aan. Schiet hem snoeihard binnen. Kijk. Hoogstandje van Wout Weghorst. En lekker hoor. Toch redelijk op de keeper af. Ik denk dat de keeper hem had moeten hebben. Maar die bal werd zo hard binnengeschoten. 3-1. En het begint er wat rooskleurig uit te zien voor Oranje. Eerlijk, deze pool moeten we ook gewoon overleven hoor. Maar ik ben er nog niet helemaal gerust op. Ik weet niet. Het zit niet goed qua sfeer ook bij Nederland zelf, heb ik het idee. Excuses. Nu gewoon lekker blijven tikken. Laat je niet gek maken. Er staat 3-1 voor. Niks aan het handje. Patrick van Aanholt. En hier Memphis Depay die zich weer aan de zijkant meldt. Oh, really good feet from him. Wijnaldum. En weer een voorzet eruit gehaald. Daarvoor een overtreding op Memphis Depay, maar daar werd voordeel gegeven. Nu gaan we hem iets korter geven. Eerste paal. En weer naar Patrick van Aanholt. Weet hem hier wel op doel te koppen, maar kan geen echt gevaar stichten.
Kijk, er wordt heel kort op elkaar gespeeld hier elke keer. Er is weinig ruimte. And they've been caught out here. It's broken loose. Het is een beetje pielen hoor. Has a hit. And the ball's en een hoog standje van Wout Weghorst. Oh, and they really moet hij alleen ook nog de bal heel even meenemen. Kijk. Helaas. Maar PES 2021, inclusief Euro 2020 DLC. Kan je gewoon vinden. Oh! Ja. Daar is hij, Steven Berghuis. Met toch wel de definitieve beslissing. 4-1. Kopt hem hier binnen. Werd niet hard binnengekopt. Was ook niet nodig. Keeper kansloos. Weer de voorzet van Memphis Depay. En de keeper. Het is een slechte dag vandaag. Hier komt hij. Probeert zichzelf los te breken. Wint het kopduel. Komt hem dan toch nog wel redelijk heerlijk binnen. Wat ik wilde zeggen. PES 2021. Inclusief de Euro 2020 DLC. Is te downloaden via Xbox Game Pass. Voor zowel PC als Xbox. Het is absoluut de moeite waard. Zeker tijdens dit EK. Download hem. Gaan we spelen. Geef het een kans. Ik denk dat... Als je echt de nodige uurtjes instopt, dat je er misschien wel achter komt dat je het liever speelt dan FIFA. FIFA is al jaren mijn favoriete game. Ik kende een hele slechte periode op Xbox 360 en PlayStation 3. Krabbelde daar uiteindelijk wel een beetje van terug. Ik denk ongeveer van PES 2010 het weer een beetje de weg omhoog ingezet. Staan we van ver. Maar ik ben benieuwd naar volgend jaar. Volgend jaar krijgen we een compleet nieuwe PES. Dit was letterlijk een tussenjaar voor PES. Zo werd het ook gezegd door Konami. Het is eigenlijk dezelfde game als 2020. Alleen dan met updated kits en transfers. Nu kan je dat zeggen. Ja, want ze ieder jaar bij voetbal. Nou, zij zijn er in ieder geval eerlijk over geweest. Kom op, Wout! Nee, ze zijn in ieder geval eerlijk over geweest, want van het volgend jaar krijgt PES een, ik denk een volledige next-gen versie. Gemaakt in Unreal Engine 4, als ik me niet vergis, niet 5. En het draait nu nog op de Fox Engine. Die ken je natuurlijk wel van Metal Gear Solid onder andere. En geen lelijke engine dit hoor, vind ik. Nou Wout, meld je. Oh. Toch nog best een aardige voorzet hoor. Werd alleen niet echt goed opgelopen. Ik vind toch dat Wout Weghorst daar een stukje scherper moet zijn. Hier nog een laatste aanval van de Oekraïners. Moeten we geen gekke dingen gaan doen. Gewoon. Ja, ik wou zeggen, zo bij uitverdedigen. Schiet hem weg en dan hebben we gewonnen. Eerste wedstrijd van het EK, jongens. Wint Oranje overtuigend van Oekraïne. 4-1. Waarbij we doelpunten zien van Memphis Depay, Steven Berghuis en Wout Weghorst. Steven Berghuis komt er dus later in voor Dumfries als we wat aanvallender moeten spelen. We komen eerst op achterstand door een corner weggegeven door Patrick van Aanholt. Dat zal vanavond denk ik niet gebeuren, maar we gaan het zien. Jongens, drop jullie meestervoorspelling hieronder in de comments. En laten we er een mooi EK van maken. Vanavond ben ik te zien bij GameKings vanaf 6:30 voor de voorbeschouwing van de Xbox Bethesda persconferentie. Ik denk het hoogtepunt van E3 dit jaar. We gaan tot diep in de nacht gaan we door. Dus ik hoop je dan ook te zien. Dus tot vanavond hopelijk. En gewoon een tweede schermpje erbij houden, hè, naast de wedstrijd van Oranje. Gewoon Xbox en Oranje gewoon lekker tegelijkertijd kijken. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vond je dit een toffe video? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook niet te abonneren. Daar help je het kanaal enorm mee. Alvast bedankt. Tot de volgende keer. Later.